Op het ministerie van WBS is gisteren de 9e ronde van het artikel 8 politieke dialoog tussen Suriname en de Europese Unie gehouden. Hierbij heeft er een ondertekeningsceremonie plaatsgevonden tussen de EU en de landenvertegenwoordiger van het Frans Agentschap voor Ontwikkeling, Pierre Bourguignon, ten behoeve van het project Sustainable Forest Livelihoods for Communities of Guyana en Suriname. Het project is gericht op het ondersteunen van de leefgemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos en de druk op de bosbronnen te verminderen. Er is vanuit het fonds 5 miljoen euro vrijgemaakt voor Suriname. De ambassadeur van Suriname in Frankrijk, Henry Ory, heeft een werkbezoek gebracht aan het ministerie van EZ. Het doel van het bezoek is om de samenwerking met het ministerie te intensiveren. Suriname is lid van de Wereldhandelsorganisatie WTO en Ory is voornemens om de participatie van Suriname te verhogen. Hij vindt het daarom noodzakelijk dat op het ministerie contactpersonen worden aangewezen om de WTO-agenda bij te houden. Dit om effectief te kunnen communiceren over handelsbetrekkingen tussen Suriname en andere landen. Alle verdachten in de kwestie aanslag op het kantongebouw aan de Monseigneur Wilfingstraat zijn door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. In deze zaak waren 4 personen aangehouden. 3 werden heengezonden, terwijl 1 van de verdachten, B.W., op 27 januari in verzekering werd gesteld. Het onderzoek, welke hierna is voortgezet, heeft uitgewezen dat de detentie van B.W. niet langer noodzakelijk was. Ondanks de vrijlating van de verdachten wordt het onderzoek in deze zaak onverkort voortgezet.